Je zou maar elke seconde een diamond krijgen. Dat zou toch fantastisch zijn? Nou, dames en heren, zoals je ziet in deze Roblox game krijg ik dat. Ik heb op dit moment al 300 diamonds. Dit is echt helemaal top. En ik heb diamonds ook echt nodig. Want ik kan door deze muren heen lopen. Alleen daar moet ik wel diamonds voor betalen. En zoals je ziet, hoppakee. Dat heb ik dus nu juist zojuist gedaan. Alleen als ik dus door al die muren ben heen gelopen, heb ik dus een win gekregen. Alleen mijn diamonds worden wel weer gereset. Dus ik moet nu opnieuw hier doorheen. Maar op zich, ik kan het wel weer allemaal betalen. Ik krijg best wel wat diamonds per seconde. Oké, hier heb ik nog even een paar voor nodig. En kijk eens aan, dan hebben we al 2 wins. En wat zie ik hier rechts nou? Claim gift. Oh, 100 diamonds kunnen we claimen. We kunnen dit claimen, we kunnen dit claimen. Dan hebben we al 15 wins. En wacht even hoor, dan lopen we even door deze hier weer heen. Want dat kan gewoon. Ik ga die diamonds nog niet claimen, want dat zou een beetje zonde zijn. Hartstikke idee. Wat ik trouwens gelijk kan doen, ik kan gelijk door deze wereld. Dan claim ik nu wel die diamonds. Hoppakee. En dan kan ik hier gewoon doorheen lopen, denk ik. Kijk dan. Hartstikke idee. Oh, en... Ja. En dan hebben we op dit moment al 26 wins. En bij 30 wins kunnen we gelijk een goede pet kopen. Dus even kijken. Kan ik dit al claimen? Nee, dit kan ik nog niet claimen, helaas. In 32 seconden kan ik wel weer een nieuwe gift claimen. Namelijk 2,5k diamonds. Dus dat is super chill. En als ik deze nog even één keertje haal, dan kan ik, zoals je ziet, deze hier openen. Hoppakee. En beter krijgen we hier een goede pet uit. We krijgen een Parrot, oftewel deze van 40%. Die is best wel rare. Even kijken wat deze pet mij geeft. Plus 55. Oké, dus nu hebben we standaard 55 extra diamonds. Dat is toch super chill. Dat is echt heel erg chill. Kijk eens aan. Hoppakee. Wat kan ik hier trouwens eten? Oh, hier kan ik diamonds kopen met Robux. Dat gaan we niet doen. Hoppakee. Kijk eens aan. En dan gaan we hier weer doorheen lopen. Kijk hoe snel die diamonds gaan echt mega snel opeens. Wat? Oh! Ik dacht, ik krijg nu 35 diamonds per seconde in plaats van 1. Oké, ja, ik snap wel dat het opeens zo snel gaat. Oké, dit is echt helemaal top. Hoppakee, kijk eens aan. Dan kan ik dus nu nog een keer dit kopen. Hoppakee, en we krijgen een eekhoorntje erbij. Oké, en dit eekhoorntje die geeft mij weer plus 45. Dus nu gaat het echt heel snel. Oké, dit is echt super chill. Want dat betekent dat ik waarschijnlijk de hele tijd gewoon in één keer hier doorheen kan lopen. Zoals je ziet. En dat ik dus heel snel naar die 100 wins kan gaan. Zodat ik weer naar het volgende gebied kan gaan. Oh, ik zweer het je, jongens. Ik heb nog nooit zo snel diamonds in mijn leven gekregen. Dit is echt top. Waarom heb ik dit in Roblox? Ik zit niet in Minecraft. In Minecraft kan je echt veel leuke dingen doen met diamonds. Oké, jongens, ik zie jullie straks weer. Want ik moet gewoon eventjes, ja, 5 keer dit doen. En dan kan ik naar het volgende gebied. En dan wil ik graag. En kijk eens aan, we moeten er nog 1 keer doorheen. En boom, dan hebben we die 100 wins. En oh nee, ik heb zo'n gevoel dat het hier wat moeilijker gaat worden. Oké, 750. 1k kost deze. 1,5k. Nou, het is op zich, ja, het is zeker nog wel goed te doen. Hoppakee, in 1 keer 50 wins erbij. En dit ei kost 200 wins. Nou, laten we daar gewoon voor gaan. Ik claim je even die 2,5k. Dan kunnen we denk ik wel in één keer hier doorheen gaan. En dat is super chill, want over 2 minuten en 50 seconden krijgen we een huisdier als cadeau. Hoppakee. En ik ga nu even kijken wat voor huisdier ik hieruit kan krijgen voor 200. We krijgen de legendary. 9% kans was dat maar. Oh, en die legendary geeft mij 100 erbij. Oké, we zijn overpowered. Opnieuw. We geven niet eens Robux uit. Zo, dit is een top. Ik hou van dit spel. Ik ben zeg maar overpowered zonder Robux te spenden. Dat is nog eens goed voor de portemonnee. Oké, we moeten dus nu eigenlijk gewoon 5 keer dit parcoursje doen. En dan kunnen we weer door naar het volgende gebied. En over 2 minuten krijgen we ook nog eens onze gift. Zo, hoppakee. Let's go. En dus nog 1 keertje. En dan zitten wij eindelijk op die 500. Jazeker. En dan gaan we dan. Boom, let's go. Kijk eens aan. We zitten op de 500. Hoeveel kost dit ei? 400. Dus die kunnen we ook nog eens gelijk openen. We krijgen de common, oftewel de noob. Dat is jammer. Maar die is wel goed op zich, die noob. 125 erbij. Dan doen we deze unequippen. Dan doen we deze equippen. En dan ga ik eens even kijken. Wat moet ik hier doen? Dit kost gelijk 5k. Oh nee. Oh, dit haat ik. Dit haat ik. Ik moet een parcours doen. En daar ben ik heel slecht in. Daar ben ik echt heel slecht in. Oké, 10k. Oké, ik denk niet dat de diamonds het probleem gaan zijn. Het is meer mijn parcours skills dat het probleem gaat zijn. Oh, zo. Hoppakee. En dan hier zo. En dan, oké, dit parcours is gelukkig wel heel makkelijk. Oh nee. Ik ben ik nou? Waar ben ik nou? Ik word weer helemaal hier gespand.
Oké. Dat is wel een beetje jammer. Kan ik nou niet naar dit gebied? Ik kan niet meer naar dit gebied omdat ik niet die 5 pond. Dat meen je niet. Oké, wat wel chill is, is dat ik hier deze pet kan claimen. Dat is op zich wel fijn. En deze pet, die is ook heel erg goed. Wajow. Maar dat betekent dus dat ik nu opnieuw dus mijn winst moet fixen. Meen je dat? Oké dan. Nou, ik zie jullie straks weer als ik 500 winst heb. En ja hoor, ik heb het weer. 500. Jeetje mineetje. Dat is wel heel erg naar dat zeg maar gebeurde. Oké, daar gaan we dan opnieuw. Zo. Oké, kom op. Ja. En ratata. En dan hier viel ik de vorige keer. Maar dat kwam omdat ik een beetje te stoer deed. En latidi. Hoppa. Oké, hoeveel winst kregen we daarvoor? Dat was 100 of zo. Krijgen we daar 100 winst voor? Maar dit, kijk, oké. Dit kan ik 2 keer zo snel. En hier krijg ik er 50 voor. En hier val ik nooit dood. Dus is het dan niet slimmer om gewoon deze te blijven doen? Mij lijkt het wel namelijk. Oei. Hoeveel winst heb ik voor de volgende nodig? 2000. Oké dan. Het gaat niet meer echt om die diamonds. Het zijn meer parcoursjes doen. Want die diamonds, ik krijg ze zo ongelooflijk snel. Het is echt veel te makkelijk. Zeg maar, ik hoef er niet eens moeite voor te doen. Dit is echt heel makkelijk. En over 1 minuut krijg ik weer een cadeautje. En dan krijg ik gewoon, ja, die pet. Gewoon de Dominus pet of zo. Nou, die is legendary. Dus ik denk dat die heel goed is. Ja, we zullen het over 1 minuut zien. Want dan krijg ik hem. Oké. Weet je, ik koop gewoon 1000 winst erbij. Dat is veel makkelijker. Spend die Robux. Hoppakee. Dan hoef ik niet dat ding 15.000 keer te doen. Hoppakee. Kijk eens aan. Dan kan ik in 1 keer hier naartoe. En dan ga ik eens kijken wat hier is. Hier kan ik. Hier hoef ik alleen maar dit te doen. Is dat het enige? Dit is wat. Nu kom ik wel tekort. Oké, wacht. Nu wil ik die pet wel hebben. Kom op. Geef me die pet. Geef me die pet. Dankjewel. En die pet geef mij. Kijk eens. Dat is precies wat we nodig hebben. Dus we doen zo. En dan zo. En dan. Ja, nu gaat het opeens heel snel. Oké, deze is echt super chill. Hoeveel winst kreeg ik daarvoor? 500 of zo. Oké, dat is nice. Hoppakee, kom op. Ja, val me er doorheen. Oké, hier heb ik 45.000 voor nodig. Dat heb ik gewoon. Oh, dan moet ik ook echt opnieuw springen als ik dat wil doen. Zo, en dan hier. Zo. Ja, bob. Yeah, let's go. Hoeveel kost het volgende gebied? Het volgende gebied kost 10.000. Of ik kan. Ik ga deze patchje openen. Ik denk dat dat wel slim is. De Angel Cat krijgen we. Oké, de Angel Cat. Dus even kijken. De Angel Cat is plus 215. Hey, kijk eens aan. Die is weer beter dan de noob hier. Ik denk dat eentje openen wel genoeg is. Ik denk, ja, dat denk ik wel. Zo, hoppakee. Kijk. Zo moet het gaan. Hartstikke idee. Let's go. En dan gaan we er nog een keer in. Zo. En dan valt hij automatisch al, doe ik niks. Werkt dat wel? Of doet hij dat niet? Nee, ik moet volgens mij wel echt. Ik moet een soort van springen of zo. Dat is wel een beetje jammer. Dat kost me weer extra tijd. Zo. En de 60k, die heb ik ook. En kijk eens. Hoppakee. Oké, op deze manier kan ik op zich best wel snel diamonds verdienen. Ik denk dat we zo op die 10k zitten. Die 10k winst, zeg maar. Het enige wat ik hoef te doen is naar beneden te vallen. En nog 1 keer moet ik hier doorheen vallen. En dan zitten wij op de 10.000. Ja, zeker. En dan kunnen we naar het volgende gebied toe. En dan gaan we eens hier even kijken. Want hier, hier wordt het wel heel erg lastig. Ik zie hier hele hoge dingen. 175.000. Oké. 200.000 diamonds. We hebben het bijna. 275.000 diamonds. En dan nog 300.000 diamonds. Jeetje, meneetje. Oké. Hoppakee. En hier nog 300.000 diamonds. Kom op. En we kunnen er doorheen. Let's go. Oké, we moeten hier duidelijk een pet gaan halen. Zodat we beter en beter worden. We krijgen de Blue Dragon. Dat is een common. Plus 290. Hey, super nice. Die doen we dan ook even. En wat we dan doen, we gaan er gewoon nog één kopen. Ik denk dat dat wel slim is. Zo, hoppakee. En we krijgen de Purple Dragon. Oké, dat is ook nice. Even kijken. Die geeft me 275. Die is dus wel beter weer dan die. En kijk eens aan. Dan kunnen we nu misschien wel in één keer gewoon er doorheen lopen. Ik ben benieuwd hoe ver we al komen nu. Kom op. Nee, we gaan er niet. Nee, we gaan er zeker niet in één keer doorheen kunnen heen lopen. Nee, we hebben echt wel heel veel diamonds nodig om hier doorheen te kunnen gaan. 275.000 en dan nog eens 300.000. Ja, het gaat eigenlijk een stukje slower dan net. Dat vind ik raar, want ik heb nu betere pets, toch? Zo, denk ik. Toch? Tenminste, ja, het zal wel. Het zal wel. Hoppakee. En dan moeten we hier 300.000 voor hebben. Nou, kom op. 300.000. En dan kunnen we, als het goed is, er weer doorheen. En kijk eens aan. 300.000. Let's go. Hoppakee. Ja, dames en heren. Ik vind dat ik het wel heb uitgespeeld. Ik heb al die diamonds, jongen. Gewoon 3 ton diamonds binnen no time. Wil je nou nog meer Roblox zien? Klik dan snel op deze video. Doe ik heb een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Want er komt elke dag een nieuwe video om 4:30. En dan zeg ik, Mick out.